Hoe doet hij dat, hè? Nou, dan gaan weer mensen versteld zijn. Wie de vermommingen gaan laten afvallen, geactiveerd gaan worden. En dat heeft echt niks te maken met hoeveel tijd jij besteed hebt. En je video's, en je meditaties, bandjes, documentjes wat je gelezen hebt. Of de yoga dingen, weet ik veel, overal waar je maar tijd aan besteedt, hè. Het is echt, wanneer geest op jouw deur begint aan te kloppen. Hey, spirit komt bij jou, God komt bij jou. En je codes die beginnen gewoon... Je DNA begint gewoon in werking. Er gaan dingen aangezet worden, je gaat naar dieptes komen. En sommige mensen die gaan wel helemaal niks doen. Maar iedereen gaat ontwaken. Iedereen. Mensen die maar achterblijven en zichzelf moeilijker maken door maar het kwaad te omarmen, eraan mee te doen, gierig te zijn voor in de materiewereld. En sommigen die zijn wel 20 jaar bezig met cursussen, meditatie, sommigen wel 30 jaar. En als jij er niks voor te kiezen hebt, alles geprogrammeerd is, om dingen niet heen kan, zoals bij mij met die bromtoon. De alertheid die gehaald wordt, dan gaan als flitsen gaan er bij de mensen dingen geactiveerd worden. Dingen die je gewoon niet eens hoeft te leren, want je weet het gewoon. Dus iedereen moet gewoon bereid zijn om les te geven. Laat mensen dan maar haten. Ik snap niet dat mensen maar daar bang voor zijn. Ze gaan aansluiten bij het kwaad, omdat ze bang zijn voor pestkopjes die op basisschoolniveau bezig zijn. En in deze tijd, de wet. Ik pak al die bitches die als gangstalkers, cyberpesters. En ik kan een heleboel aankaarten. En ze zijn allemaal poenies, denken dat er niks kan veranderen ofzo. Nee, hoe meer... Hoe meer je anderen helpt, ben je gewoon jezelf aan het helpen. Als je die adviezen in ieder geval zelf ook kan meenemen en bij jezelf kan toepassen. Uiteindelijk gaan mensen die gaan gewoon voor jou, gaan ze voor jou dingen weer spiegelen. Ja, dus terwijl je les aan het geven bent, kan je van jezelf dingen leren. Kan je luisteren naar anderen. Uiteindelijk zijn er gewoon patronen die zijn er ontstaan. Ja, als jij maar in het vlees hangt, geen zielen ziet. Ja, de bewegingen, emotie, overal niet inziet. Niet begrijp wat wrijving en frictie kan doen en dat het veel verder gaat als alleen maar een actie, een reactie. Echt. Als een tsunami gaat iedereen ontwaakt worden. Behalve als jij het te veel kwaad, het maar tegen blijft houden. Betekent ook echt dat je niet meegaat naar die nieuwe wereld toe. Het is echt... Geloven in de helft, de andere helft niet. Ze zijn zo erg in iets verwikkeld als dinosaurussen. Geloven ze alles en iedereen maar. Wacht maar tot jij ook wakker gaat worden. Voor sommigen gaat het echt een bitch zijn. Omdat je dan mag dingen gaan toegeven en teruggeven. Sommige mensen hebben een heleboel vergeten te betalen.